Uitgerekend creditcards. Van augustus 1952 tot en met juli 1994 ben ik werkzaam geweest bij de firma ALRO. Naast het sinds 1936 vervaardigen van rekenschijven, startte dit bedrijf in 1953 met rekenlinealen. Na het maken van een zeer gecompliceerde machine werden 25 proefmodellen vervaardigd van perspex. Dat was geleverd door de firma ICI in Engeland. Deze proto's werden door verschillende instanties getest. Besloten werd om circa 1000 linealen in twee types te vervaardigen. Bij ICI werd 2000 kg perspex besteld en na levering werd gestart met de productie. Nadat de eerste linealen van de band waren gerold en op nauwkeurigheid en kwaliteit waren getest... Bleek al gauw dat deze bij de minste of geringste in stukken braken. Bij navraag bij ICI werd er nogal koel cool gereageerd, en de directeur maakte ook nog de opmerking: Perhaps someone spat in the pen. Daarmee was het hoofdstuk lineale afgedaan. Alleen zaten we nog met een hele voorraad witte pursebugs in onze maag. Een goed idee was om hiervan kerstsneeuw te maken. Na verschillende partijen te hebben afgetast, werd met VND overeengekomen dat ze het in een mooi zakje op de markt zouden brengen. Echter, de problemen bleven komen. De gebruikers beweerden namelijk dat de sneeuw brandbaar was en deden al een proces aan de broek. De behandelende rechter vond het echter noodzakelijk dat in zijn aanwezigheid bewezen moest worden dat de sneeuw brandbaar was... Maar het was inmiddels juli en we haalden in juli in vredesnaam een kerstboom vandaan. Na het vinden en aansteken daarvan op de binnenplaats van het gerechtsgebouw bleek dat de kunststofsneeuw het branden niet verergerde. De conclusie luidde dan ook aanklacht ongegrond. Eerder zei ik al dat de verkoop van regenschijven niet erg vlotte. Dit werd nog aangewakkerd door de geruchten dat spoedig elektronische rekenmachines, oftewel Japannetjes, op de markt zouden komen. De Alro heeft toen radicaal het roer omgegooid. Soms kan het raar lopen in het leven, ook hier weer. De plastic sneeuwsnippers waren uiteindelijk de voorloper van het nieuwe product van Alro. Gestart werd met het alroderen, ofwel het plastificeren van papier. Maar het laatste woord mocht in het bedrijf niet worden genoemd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van PVC. Al snel werd dit uitgebreid met het direct bedrukken daarvan. Na een tijdje mondde dit uit in het onder andere vervaardigen van thans al onbekende plastickaartjes, creditcards. Vandaag de dag kan niemand meer buiten deze kaartjes. Aan alle bekende bedrijven, bijvoorbeeld de AWB werden ze geleverd en waar nodig ontwikkeld. Zo zie je maar dat ook een bedrijf zich gedurende loop der tijden moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden.